Je voegt een nieuw concept toe in jouw bestaande winkel. Ja, dat klopt. Vertel eens. Nou, wij hebben bedacht dat wij wat actiever wouden worden naar de klanten toe. Ja. Mensen die veel gaat via internet en de mensen nemen de moeite nog om naar je winkel te komen. En dat willen wij eigenlijk wel belonen. En toen hebben wij gedacht, dan moeten we iets doen wat de klanten ook interessant vinden. Ja, want ja. Want dat is het. En wat is er interessant? Ons vak zelf is interessant. Mensen willen graag zien hoe dingen gemaakt worden. En dat laten jullie dus zien? Dat gaan we nu laten zien. We hebben een heuse bakkerij gebouwd aan de winkel vast. En hier mogen we alles en kunnen we alles maken wat we achterop maken. Maar wat gaan jullie precies doen, Leon? Want jullie gaan de acties aan toevoegen. Ja, we gaan 4 dagen in de week gaan we hier bakken op gezette tijden. Ja. Dat geven we aan via Facebook. Ja. En dan mogen de klanten krijgen een keuze uit 3 verschillende opties. Ja. En de optie die het meeste geliked of gestemd wordt, die gaan we de week erop live hier maken. En daar kopen we ook direct een actie aan. Aha. Dus de mensen die worden beloond doordat ze gestemd hebben op een favoriet. Ja. En dan zorgen wij voor een extra stukje korting. En dan kunnen ze het hier zien. En dan gaan ze het hier zien. En op welke dagen staan jullie hier? Wij staan hier op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. En afwisselend personeel, hè? Ja. Iedereen die achter staat. Ja. Komt hier ook een keer te staan. Oh, zo, kun je zien achter de schermen. Ja. Ja, je kunt zien wie de mensen zijn achter de banketbakkerij in Hoogland. Een super idee dit. Dankjewel. Ja. En jullie communiceren via? Facebook. En wat is jullie Facebookpagina? Nico Doorgelo. Onder die noemer staan wij op Facebook. En jullie gaan dus morgenavond? 7:00 morgenavond. 15 april? Gaan wij voor het eerst live bakken. Om 7:00. Dat dacht ik. Heel veel succes. Dankjewel.